Ja, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de nieuwe aflevering van mijn YouTube-kanaal. Ik ben Kanarbot en dit is de laatste aflevering van dit seizoen van The Kingdoms. Ja, helaas. Maar ik ga hierbij dit seizoen ook afsluiten. Maar niet alleen. Denk ik. Ik hoop het. Ik blijf nogal in de server spelen, maar er komt geen Kingdoms meer. Maar er komt wel nog leukere andere series nog op mijn kanaal. Maar de Kingdoms gaat helaas voor mij stoppen op mijn YouTube-kanaal. Wel jammer, maar het is eenmaal zo. Want ik was vergeten om in de vorige aflevering, namelijk loop ik er even naartoe, want ik had er al een beetje over gesproken, maar ik had het over dit gebouw. Ja, ik ga een kleine onderneming in de server starten. Mijn broer is trouwens ook bezig met een soort van onderneming, I guess. En hier zo te zien wat weggehaald. Wat niet hoort. Volgens mij was dit diezelfde blok. Maar ja. En anders maakt het ook niet heel erg veel uit. Maar ja. Huh? Sinds wanneer zit hier een schap? Wat is er hier gaande? En waarom lopen hier? Yo. Jammer dat ik geen emeralds heb. En ik ga ook niet de emeralds van mijn broer pakken. Maar ik kan mijn broer even erbij. Ik ga hem even opbellen. Ik hoop dat hij oppakt. Onze, jullie kennen hem al. Als je me trouwens op Twitch volgt. Ik hoop dat hij oppakt. Want ik heb hem nodig voor deze aflevering. Nope, hij pakt helaas niet op. Jullie konden het al zien dat ik hem ging proberen te bellen. Maar ik heb hem echt nodig voor in de aflevering. Want, wat ik al zei, dit is de laatste aflevering van dit seizoen. Want misschien in de toekomst komen er nog wel nieuwe afleveringen aan. Maar dan ga ik niet meer verder op. Maar niet meer verder in de base. Eigenlijk niet in deze wereld. Want ik wil verder gaan. Ja, dat bedoel ik ook, verder gaan in de server. En dan ga ik ook voor een van de laatste keren door de portaal heen. Voor dit seizoen.
Huh? Yo. Huh? Nee, geen zin. Het was niet een van de laatste keer door de portaal. Wel even slash home. Trouwens, ik kan in deze aflevering geen slash daily doen, want dit is op dezelfde dag genomen als de vorige aflevering, als de ene laatste aflevering. Ja, ik ga jullie ook een rondleiding geven van hoe de beest eruit ziet. En ja, dit was een groot blok. Hier zat mijn balkon, kan ik zeggen. Hier zat de kluis. Ja. Echt tot met hier. Dit stuk was de kluis. Werkplaats van mijn broer. Niet iedereen heeft het gekend. Als je de serie lang volgde, hier zaten kisten. Echt letterlijk hier. Oh nee, hier. En hier. Maar die staan nu hier. En hier zat een doorgang. We zitten nog steeds. En dan gaan we weer naar beneden. Naar de mijn van mijn broer. Ja. Dit was een kleine ruimte. Maar. Ik kan het laten zien. Hier zit de wietvorm van mijn broer. En even kijken. Ik weet niet wat hier zo kwam, maar zal wel. En dan heb ik hier nog een deur. Hier beneden zit een suikervorm. Suikervormpje. En dan, want ik kreeg een melding dat het al te lang geleden was dat ik ging proberen te bellen. En dan laat ik ook even zien. Hij heeft een zo'n smithing table gemaakt. Een kistje met al zijn spul. Al de pickaxes. Nou, en dan gaan we hier naar beneden. Want dit heb ik ook gewoon gezien dat hij hier bezig was, hier beneden. Namelijk, oh ja, hier. Namelijk de café. Jazeker. Mijn broer was ook begonnen met zijn eigen café te bouwen. Oh, klooster. Het zag je niet. Ik dacht, wat was dat? Maar het is klooster. En, ja, dit is het zo'n beetje. Oh, vet. Dat hij het hier zo in verwerkt heeft. En, natuurlijk moet hij wel blij zijn dat ik hem een beetje heb geholpen met de spul te leveren. Daarvoor. Dus ja. Is wel een leuke design. En dan loop ik even naar mijn winkeltje, naar mijn handel, die buiten de B staat trouwens. Want daar wil ik ook meer over praten. Namelijk, mijn fakkel. Oh ja, mijn broer heeft het gewoon stier gefixt.
En ja. Dan loop ik even naar mijn eigen hondel toe. Moet ik even via zo lopen. Want hier moeten nog steeds deuren inkomen. Was ik het tot al vergeten. Maar dan loop ik even naar beneden. Want hier beneden heb ik de suiker. Hier heb ik nog niks voor de gast. En dan wil ik hier een klein toonbankje, denk ik, maken. I don't know. Oh ja, moet je even kruipen. En dan is hier mijn bureau. En ja, je kan zitten. Dat is een mechanic. Hier zo in de server. En ja, ik had ooit hier zo een wordplan begonnen. En dat. Nee! Maar ja, dat kan soms gebeuren. Moet ik weer even opnieuw inloggen? Nee. Maar ja, dit gebeurt eigenlijk nooit tijdens de opnames. Maar ja. Oh ja. No. Slash home. Ik mag gewoon tp'en. Maar ja. De aflevering duurt ook iets langer dan verwacht was. Denk ik. Maar weet ik nog niet zeker. En abonneer trouwens ook op mijn YouTube kanaal. Want ik ben trouwens ook begonnen met seizoen 2 van Pixelmon. En ja, Pixelmon was ik mee gestopt omdat ik het even niet leuk vond. Maar ik ben er weer mee begonnen. Het leek me weer leuk om verder te gaan. Maar met een tweede seizoen. Ja, ja. Sorry Patrick, als je dit ziet. Ik moest weer een nieuw hoofdje erbij doen. En ja. Zo is de base uiteindelijk ook een beetje begonnen. Met groeien. Ik ga nog, denk ik, af en toe even een klein updateje eruit gooien hoe ver het al staat ermee. Maar ja, wat jullie kunnen zien. Oh ja, en dit hebben jullie trouwens ook gezien of niet? Maar dit heb ik ook gebouwd. Mijn broer weet het trouwens hier niet van. Als het goed is. Even het suiker weer farmen, want dat moet ook gewoon weer gebeuren. En ik haal binnen, denk. 5 seconden of zo een volledige stack. Als het er niet meer is. Maar meestal haal ik een stack weg. Echt binnen een mum van tijd. Maar ja. Dan ga ik zo mijn broer weer opnieuw proberen te bellen. En even kijken, want ik ga hem eerst nog even een appje sturen. Ja, dat
Kan ik ook gewoon tijdens de opnames doen. Ja, ik heb hem even gevraagd of hij ook nog even online wou komen. Ook al is de opname best laat voor mij. Maar ja, ik doe het gewoon. En dan loop ik even naar beneden toe. Ja, dat bedoel ik wel in de base, even naar beneden. Oh ja, lol. Die kan wel daarheen. En deze kan nog nergens. Ja. Hout. Nee. Nee. Dan ga ik even mijn inventory even leegen. Want heel mijn inventory zit vol met troep. Ik wou dat ik kom kijken naar je headset. Mag ik binnenkomen? Ja, kom. Ik heb geen sleutel. Ja, zo. Want ik houd nog met mijn broer nog even één ding in de server over hebben. En dan loop ik even via hier. En dan natuurlijk even hier. Alleen ik ben van mijn clan in de server. Dus ja. Wacht, ik bel hem even opnieuw op. Als hij oppakt. Yo. Ja, kan je zometeen even online komen? Ja. Oké, top. Dan zie ik je zo. Oké, jullie hebben het gehoord. Hij komt zo online. Want ja, het is wel de laatste aflevering. En hij was wel te gast in mijn afleveringen. Dus hij moet wel online komen. En ik neem het gewoon een snoepje. En ik vind het wel jammer dat ik de serie
hierbij straks wel moeten afsluiten. Maar ik loop even nog eerst naar mijn handel, want daar moet ik ook nog even wat in zo'n kistje stoppen. Gewoon in mijn kelder, ja. En als jullie bijvoorbeeld een keer ook in de server komen en jullie willen wat kopen van mij, dat mag, maar dan moet je me even pb doen in de server. En dan kun je zeggen, ja, suiker voor mij is pittig duur. Oh ja, het trouwens hier heeft ook nog wat gehangen. Namelijk dit. Dat ik ook zo even nog laten zien. Ja, hij is nog niet online. Hier moet ik ook bij onderhouden. Nee, nog helemaal niks. Helaas. Wacht, ik zag Lars YouTube. Het is niet Larsie. Want dat kon ik herkennen. Tenzij dat het een offline naam is van hem, maar dat is het helaas niet. En ik ga nog altijd wel hier naar binnen. Hey, hoezo zit het zo? En ja, ik weet het weer. Sorry, Patrick. Nog steeds. En als je afvraagt hoe ik het weet dat het alleen die carpet is, omdat ik die carpets zelf neer heb gelegd. Ah, top. Ik haal hem er nu bij. Yo! Loser! Hoe is het? Goed. Mooi. Hoe is het met jou dan? Ja, ook goed. En wat heb jij vanavond gegeten dan? Ja. En jij? Ik heb iets van pasta gegeten. Oké. Ja. Ja, er zat een blok. Bij onze base nog. Oké.
Hier. Als je die kant op kijkt, hè? Ja. Dat valt je op. Ja, ik zag al een trap straks. Hoezo heb je een Stairway to Hell? Ik bedoel, Heaven. Kijk, kun je tussendoor? Ja, het was me te straks al opgevallen. Dan kom je gewoon makkelijker bij de portal uit. Ah, oké. Kort lama's. Maar ja, die kort lama's, die leveren wel weer hout op. Even de laatste run nog maken in de Nether. Die kant op. Ja. Godver, mijn internet viel weg. Opnieuw. En dan ook nog tijdens de opnames ook nog. Ja, ik ben ondertussen ook aan het opnemen. Oké. Okay. Ja. En natuurlijk zit jij weer in mijn video. Zo krijg ik mijn kijkers. Oh. Dat vind je zeker niet erg dat je weer in een video van mij zit. En dat is het leven van een YouTuber. Ik ben ineens dood gegaan, zo uit de niets. Moet je dat niet doen, dat is niet gezond. Ja, weet ik. Maar ik heb ook ineens niet meer al mijn spul. Die liggen in de Nether nu. Oh, dat kan. Ja. Maar ik weet wel waar het ligt. Gelijk bij de Bastion, daar zo. Niet een Bastion, maar gewoon de Bastion.
De nether zit jij dan? Maar het verhaal. Oké. Nou ja, ik heb al in de video laten zien hoe de beest er nu op dit moment van ons eruit ziet. Oké, ja toch niet, ik kan maar even een pak uitzien, hè? Oh, bedoel je die ene café van je? Nee, maar geheime opslag. Welke geheime opslag? Juist. Ik weet niet eens van een geheime opslag af. Zoveel zout.
Maar op dat nergens sprake. Oh, dat is echt zuur. Dan. Dacht ik van, mooi, heb ik ook goud gevonden. Kan ik hem ook niet pakken? Hoe ben je eigenlijk ooit aan deze banner gekomen? Ik heb ze gemaakt. Ah. Zeker had je ze eerst flink in de kont genomen en dan pas vermoord? Nee, ik heb zoiets gedaan. Ah. Oké. Okay. En ja, we hebben ook die schaap en die koe. Hebben we ooit gevonden, denk ik. Schapen heb ik trouwens ooit vermoord. Want ik had zin in shawarma. Nee, het is nog niet hoog genoeg. Moet minimaal 3 hoog zijn. Dan wil ik het gaan hoogstellen. Ik moet nog steeds bij mijn winkel, namelijk deuren fixen. Hier komt mijn wiet.
En hier komt mijn bietzaad. Zo. Ik krijg ook heel vaak van mijn kijkers de grootste vraag van, ben je wel mijn broer? En ja, je bent gewoon mijn broer. Ja. Ja. Want dat is het dan gedachte moeder. Ja. En we kunnen ook elkaar niet doden, want ja, we zijn broeders. We zitten in dezelfde clan. Gewoon de beste clan van de server. Nee, die mag jij hebben. Heb ik toch niks meer aan. Ja. Wauw. Ja, die is kapot. Ja. Wauw. Ik ga hem even opbergen. Ik ga hem een heel mooi plekje geven zelfs. Moet je opletten, hè? Had ik het ook alweer. Hey, nog meer uit. Had ik nog meer steen? Hey. Kei leuk. Stokjes. Top. Leuke diamonds, hè? Ja, emmertjes, ja. Hoe bedoel je 55? Hè? Hoe bedoel je 55? Ik heb er meer. Moet je even kieken. Hier zo. Waar ben je nou weer? Ja, maar het gaat ook toe, kom. Echt van, hoe bedoel je 55? Zo, een mooi plekje gegeven. Ik heb 3 volle stacks en 1 van 35. Kijk. Die blokken. En ik heb 3 volle stacks en dan 28 van de energy shard. Nice.
Ik heb één Gordon, een Golden Armor. Ja. Ik heb een blok of raw gold. Ja. 15 blokken van gold. Ja. 18 golden nuggets. Ja. En 6 golden nuggets. Nice. Je hebt ook gewoon echt ook een boekje met sharpness 1 en slaafter 3. Piercing 1. Slaafter 2. Efficiency 2. En power 1. Ik wil wel blokken terug. Oh ja. Die zijn bij mij erin gegaan. In mijn inventory. Sorry. Ik dacht al, huh? Die blok had ik eens niet gehakt. Maar ik zou toch die ene pickaxe, zou ik toch een leuk plekje geven? En niemand mag weten van dat plekje. Nee. Ja, mooi. Ja, mooi. Die had een solo. Ja. Die item frame heb ik net heel toevallig even gebouwd. Maar ja, die pickaxe, je kan het al zien, was van een loser. Maar ja, weet je wat ik nog niet aan mijn kijkers heb gevraagd? Ja. Want ik ben nog eigenlijk aan het opnemen. Namelijk om de likes. En de abonnee. Oh. Oh man, creeper. Naar boven? Ja, boven. Buiten, bij mijn shop. Oh, daar. Ja, daar. Echt letterlijk voor de deur van mijn shop. Maar niemand mag zien waar ik mijn spul heb. Nee. En als het... Wel erachter gekomen, dan krijgen ze een stokje in hun anus gedrukt. Zo'n heel scherp stokje. Maar ja, ik ga hierbij ook de aflevering afsluiten. En ja, tot ooit. En Patrick... Wil je nog één ding tegen mijn kijkers zeggen voordat ik de video echt afsluit? Groei gezond en tot de volgende ronde. Ja. Nou, jullie weten het. Like en abonneer. En tot de volgende video. Adios.